Vroeger was een stad een stad. Een mooie muur omheen en een poort erin. Dat leuke was van, hé, wie kan erin en wie kan er niet in? Ja, een paard mag erin. Maar als je bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Ah, kijk, daar heb je Godzilla hebt. Ja, die mag er niet in. Er zijn ook altijd weer van die wezens die zich niet eraan houden. Die springen gewoon eroverheen of vliegen eroverheen. Nou, zoiets gebeurt ook in je lichaam. Maar dan is het geen stad, maar dan is het een cel. En daar gaat het nu om. Hoe is het transport door de celwand geregeld? Nou, we gaan eerst even naar de cel zelf kijken. Kijk, hier heb je hem. In het midden zit de celkern. Om de celkern zelf heen zit een of andere vloeistofachtig iets. Dat wordt cytoplasma genoemd. En natuurlijk zit er ook een wand om de hele cel. Die gaan we eventjes bekijken. Kijk. Die ziet er mooi uit. Die wand, dat wordt genoemd de celmembraan. Nou, even rustig bekijken, wat duidelijker. Je ziet allemaal van die, wat zijn het, groene dingetjes met twee poten. Kijk, ja, en dat wordt een fosfolipide genoemd. En het is duidelijk dat die twee kanten heeft. De groene kant, dat is de hydrofiele kant. En hydrofiel betekent dat het waterminnend is. Ja, dus hij trekt graag water aan. En de andere kant is hydrofoob. Dat betekent dat hij juist liever niet in water zit. Dus pootje baden is er niet bij. Doordat hij twee van die verschillende kanten heeft, kan hij een behoorlijke stevige wand produceren. Kijk, dit is trouwens het fosfolipide zoals je in het echt eruit ziet. Ja, het zijn nog wel twee pootjes, maar het ziet er iets ingewikkelder uit dan dat je in het begin zou verwachten. Goed, wij hebben een celmembraan en daar aan de rechterkant staan een paar moleculen te dringen en die denken van, oh, hoe moeten we dit aanpakken? Ah, kijk, dat is wel handig. De celmembraan is niet super, super goed beveiligd. Zo nu en dan kan er nog wel eens iets doorheen. En dat transport, ja, door de celwand, dat komt omdat aan de ene kant er een hoge concentratie van die bolletjes is, ionen natuurlijk, en aan de andere kant een lage concentratie. En als je dat zo gang gaat laten gaan, ja, dan zal er door diffusie zal er een transport plaatsvinden van rechts naar links. Ja, dat heb je altijd met zoiets. We noemen dat passief transport, want je hoeft er in feite weinig voor te doen. Eventjes weer naar kijken, ja, we hebben dus nu hoge concentratie, lage concentratie, maar wel met membraan ertussen, dus het gaat nu niet zo super makkelijk. En kijk, oh, dat gaat nog redelijk snel, maar, nou, laat ik zo zeggen, in het begin gaat het redelijk snel, maar daarna gaat het steeds trager en trager. Ja, eens kijken, oh, gelukkig, er komt nog één bij, zou er nog één bij komen? Even wachten, nou, oh. Dan nog één. Die snelheid is afhankelijk van het concentratieverschil. Ja, je ziet het hier. Ik heb het hier eventjes opgeschreven. Concentratieverschil. Ja, en ja, het concentratieverschil dat was steeds minder en minder. Dus zal de snelheid ook steeds minder en minder worden. Waar hangt de diffusiesnelheid nog meer vanaf? Nou, natuurlijk. Kijk, als die wand dikker wordt, ja, dan gaat het er ook moeilijker doorheen. Dus zal die ook de snelheid laten afnemen. Dus de dikte van het membraan is van belang. En ook, nou, niet alleen de dikte, maar ook het oppervlak. Ja, een grote cel of een kleine cel, ja, een klein oppervlak, dan kan er ook minder snel in. Nou, de diffusiesnelheid, die kun je in feite ook berekenen. En kijk, hele mooie formule hebben we daarvoor. Ja, snelheid natuurlijk, klein letter V. Dus de diffusiesnelheid. Laten we die even in detail bekijken. Zo, daar hebben we weer de diffusiesnelheid. En de diffusiesnelheid is niet in meters per seconde, maar in mol per seconde. Mol is vooral in scheikunde wat gebruikt, een eenheid voor de hoeveelheid moleculen in een bepaalde stof. Het aantal moleculen van 1 mol is gelijk aan het getal van Avogadro. Die kun je natuurlijk weer vinden in Binas tabel 7. De concentratie,
Ja, wordt ook in mol per kubieke meter gedaan. En het gaat niet om concentratie, maar concentratieverschil. Dus zeg voor, hè, je hebt aan de ene kant 1,2 en aan de andere kant 0,4. Dan is dus het concentratieverschil 0,8 mol per kubieke meter. Voor de rest, de dikte van het membraan in meters. En A is het oppervlak van het membraan in vierkante meters. En ja, je mag een cel wel beschouwen als een bolletje. En het oppervlak van de bol is 4 pi maal r kwadraat. Heb je tenslotte de hoofdletter D nog? En dat is de diffusieconstante. En de diffusieconstante, waar hangt die vanaf? Nou, allereerst van de vloeistof in feite, viscositeit. Als het wat stroperig is, dan zal het natuurlijk ook minder makkelijk er doorheen gaan. Het is afhankelijk van de grootte van de ionen. Nou, als je een joekel van ion hebt, zal het minder makkelijk er doorheen gaan dan dat je een mooi klein ionnetje hebt. En van de temperatuur. Hogere temperatuur, hogere energie en dan kan hier makkelijker doorheen wurmen. De diffusieconstante, die kun je ook weer berekenen. Kijk, en die staat hier, de diffusieconstante. Nou, laten we daar ook even kijken van wat is dat allemaal. Nou, allereerst hebben we daar de Kb, een constante van Boltzmann. Constante dus minus 7. T, de temperatuur natuurlijk, let op, hè, altijd in Kelvin. Vergeet het niet. R is de straal van het molecuul. In, hier staat het al, meters. Die eta, ik hoop dat je dat nog weet. Dat is de viscositeit in Pascal secondes. En 6 pi, ja, dat is natuurlijk gewoon een getal. Hè? Kijk op je rekenmachine, zou ik zo zeggen. Maar zo kun je dus de constante van Boltzmann berekenen. We gaan verder. Snelheid kun je zo berekenen, maar snelheid is dus het aantal mol per seconde. En als we dat eventjes grafisch gaan bekijken, nou, dus ik heb horizontaal natuurlijk gewoon de snelheid en verticaal het aantal mol. En het aantal mol dat het celmembraan passeert, dat zal ongeveer zo gaan. In het begin gaat hij natuurlijk behoorlijk snel naar beneden toe. Ja, in het begin heb je een grote snelheid en het aantal wat er doorheen gaat, dat neemt af. Maar wat is nu de snelheid, de diffusiesnelheid op een bepaald punt? Nou, dan krijg je weer de. Precies, de raaklijnmethode. Ja, je tekent de raaklijn in het punt. Je maakt er een mooi driehoekje van. En dan heb je dus aan die kant delta n. Aan de andere kant delta t. En de diffusiesnelheid is dan delta n gedeeld delta t, ja, van de raaklijn. Wiskundig is het natuurlijk te differentiëren, hè, de afgeleide ervan. En dan is dit de schrijfwijze. We gaan nog weer eventjes dat membraan bekijken, want ja, daar gaat het natuurlijk om het transport door de celwand, dus dat staat wel centraal. En we gaan eventjes de ionen een beetje mooier laten lijken. Ja, ik heb hier chloor-ionen en kalium-ionen, positieve en negatieve. Het is duidelijk dat je aan deze kant een hogere concentratie hebt dan die kant. Dus wat dat betreft zal dus er een diffusie optreden van links up, naar rechts. Nou, eens kijken hoe dat gaat. Kijk, zo'n kalium die gaat eigenlijk niet echt goed door de celwand heen. Daarvoor heeft een celwand eigenlijk een ionenkanaal volgemaakt. Een ionenkanaal, dat is de poort. En daar mag een kaliumatoom wel doorheen. Atoom, sorry, een ion natuurlijk. Hè? Dus zo'n chloor, nee, die wordt tegengehouden. Dat is natuurlijk wel apart. Hè? Kijk, kalium wel, maar chloor niet. Zo'n celwand, dat is semi-permeabel. Dat betekent dus dat het misschien wel doorlaatbaar is, maar niet voor iedereen. Ja, in dit geval dus wel kalium, maar niet chloor. En dat betekent dus dat je links meer negatieve lading hebt en rechts meer positieve lading. Want ja, links blijven de chloorionen netjes bij elkaar. En
De positieven die gaan naar rechts toe. Dus rechts heb je een positieve lading. Eventjes de ionen weghalen. Zo. Ja, dus kalium gaat van links naar rechts en daardoor ontstaat er een spanningsverschil. Maar als er spanningsverschil is, dan zal natuurlijk ook wel weer het kalium op de een of andere manier weer terug willen. En dat betekent dus dat er een evenwicht zal ontstaan. Het is in feite gewoon een batterij. Ja? En de spanning van de batterij, dat is de evenwichtsspanning. Ja, de evenwicht tussen kalium wat van links naar rechts gaat en van rechts naar links. Hier hebben we weer de cel. Kalium gaat van links naar rechts en van rechts naar links. Er is evenwicht en er is dus een evenwichtsspanning. Die evenwichtsspanning kun je berekenen. Nou, hier staat die. En allereerst eventjes hier, die ln. Dat is de natuurlijke logaritme. Een natuurlijke logaritme, kijk op je rekenmachine, moet worden genomen van x buiten, x binnen. En dat is de verhouding van ionen buiten en binnen de cel. Natuurlijk kun je je voorstellen dat als er een grote verschil is in die verhouding, dat dan ook de evenwichtsspanning groot zal zijn. TT is weer de temperatuur in Kelvin. R, gasconstante. Je ziet dat alweer binnen 7. En we hebben hier zelfs twee constantes. Nou, de constante van Faraday is er ook bij. Nou, ook hier dus weer binnen 7. En die kleine letter n, dat is de lading van het ion. Ja, lading van het ion heeft natuurlijk ook weer invloed op de evenwichtsspanning. Nou, voor kalium, ja, want we hadden het met een cel met kaliumionen, dan kun je dus in plaats van x het kalium invullen en kalium is eenwaardig, dus voor n vul je 1 in. Wie bepaalt nu eigenlijk wie er wel en niet in zo'n cel mag? Nou, dat zijn eiwitten. Ja, de eiwitten bepalen wel of niet wat er allemaal in mag. En die bepalen dus in feite ook die evenwichtsspanning mee. En die evenwichtsspanning, dat is cruciaal voor de diameter van de cel. Dus het is wel van levensbelang dat dat een beetje goed in de gaten wordt gehouden. Trouwens, die eiwitten, die lijken wel ontzettend sterk op. Precies, feest. Het is een feest, maar aan ieder feest komt een einde. En ook aan deze video. Tot ziens!